Het is bewolkt en soms valt er wat regen. Het is zo'n 12 graden vandaag. Morgen bijna overal droog, dan wel wat kouder met zo'n 10 graden. Dit is het TV West Nieuws met daarin. Lunchroom Otte op de Haagse Markt is ontruimd door de politie. Er woont toch nog een otter in de Nieuwkoopse Plassen. En komt de Haagse wethouder Karsten Klein bij het kieskompas uit bij zijn eigen partij of niet? Dag dames en heren. Na 43 jaar heeft Sloop vandaag een eind gemaakt aan Lunchroom Otte op de Haagse Markt. De lunchroom moest weg omdat het gebouw te groot was. En dat tot groot verdriet van de eigenaar. Herman, gestreden en verloren. Verloren? Nee. Ik ben toch niet dood? Doet het je geen pijn om dit te zien? Tuurlijk doet dat pijn. En het had mijn kleinzoon. Ik denk in mijn eigen hart, het wordt later voor hun. Tuurlijk doet dat pijn. Maar ja, het is niet het einde verhaal. Vanochtend is begonnen met de ontruiming van de lunchroom. En daarmee komt een eind aan de aanwezigheid van de familie Otte op de Haagse Markt. Er komt na de herinrichting van de markt wel een nieuw pandje, maar... De gemeente zegt dat het al verhuurd is. Maar er was wel een toekomstig pandje voor jullie gepland? Tegen een prijs dat je zegt van nou, we zijn nu bezig voor de gemeente het pand te gaan betalen. En wij hebben er geen boterhammetje aan over. Dus daar heb je maar even niet voor ingeschreven? Nou, dat is gewoon je nek in ons strop duimen en faillissement, klaar. En nu is het beter om gewoon vooruit te kijken. Je laat het berusten in het feit dat de gemeente, ja, als het ware de vierde generatie afbreekt. Nou ja, de vijfde generatie stond klaar, maar helaas mag die zich niet meer begeven op de Haagse Markt. Ja, en dus zagen de Ottens vanochtend hun lunchroom tegen de vlakte gaan. Onbegrijpelijk, zeggen buurtbewoners. Geland met de familie Otten hadden ze mee om moeten gaan. Misschien moet hij wel weg. Maar zoek dan wat anders voor die mensen op de Haagse Markt. Want daar horen ze thuis. De Ottens horen op de Haagse Markt thuis. Otten, Haagse Markt. In een zeer korte tijd heeft het politiekorps Den Haag 4 sterfgevallen van collega's te verwerken gekregen. Gisteren was de uitvaart van een 38-jarige agente van bureau Delft. Haar collega's gaven door middel van een erehaag een eerbetoon aan hun jong overleden collega. Collega van onze 38 jaar, Margot Jacht van bureau Delft, is helaas overleden. Veel te vroeg. We dragen ons nette tuniek met het vangsnoer, het gouden vangsnoer. Netjes de pet, we zien er allemaal keurig hetzelfde uit. De agente is overleden aan borstkanker. Ze laat 2 kinderen achter. Het is de 4e collega in zeer korte tijd waar het korps afscheid van moet nemen. U kunt zich voorstellen, saamhorigheid is bij de politie ons grootste wapen. Hè. Dat is een groot goed. En die saamhorigheid wordt een beetje doorbroken als er zo'n collega wegvalt. En in 1 week zijn er 3 collega's overleden en een oud collega. En u kunt zich voorstellen dat dat flink inhakt bij ons als het gaat om het verlies van een collega. Het vormen van een erehaag is een plechtigheid waarmee de politie een laatste eerbetoon toont aan de collega die ze ontvallen is. Binnen die bureaus kent iedereen elkaar door en door. Je hebt elkaar op straat natuurlijk ongelooflijk hard nodig. En je staat er ook voor elkaar, je komt op voor elkaar. Ook onder de meest extreme omstandigheden. Dus je kunt zich voorstellen als er dan een collega wegvalt dat het gewoon pijn doet. Om de agenten vandaag de uitvaart bij te laten wonen, zijn de werkzaamheden in Delft tijdelijk overgenomen door andere bureaus. Op de snelweg A12 van Den Haag naar Voorburg blijft de snelheid 100 km per uur. Dat heeft verkeersminister Melanie Schultz bepaald. Volgens het AD gaat de snelheid op de A13 bij Rotterdam over Schie overdag wel terug van 100 naar 80 km per uur. Dat gaat over iets meer dan een maand in. De verlaging komt er omdat milieuorganisaties en boze buurtbewoners naar de rechter stapten. Er woont toch nog een otter in de Nieuwkoopse Plassen. Natuurmonumenten maakten dat gisteren bekend. De vereniging was anderhalve week geleden in zak en as toen er een dode otter werd gevonden langs de snelweg A12 bij Gouda. De otter hier zit er nog, voor zover wij weten. Daar zijn we blij mee, heel blij mee. Het gevoel is wel wat dubbel dat er toch in het verkeer waar we zo bang voor zijn een otter gesneuveld is. Dat het om een tweede otter gaat is zeker, want deze beelden zijn gemaakt nadat de eerste otter was doodgereden. Het is aannemelijk dat het een mannetje is. En dat laat zich verklaren door het feit dat mannetjes altijd vooruit gaan. Dat zijn de kwartiermakers, die zetten hun geurvlag uit, zijn geursporen uit. En dan komt er meestal een vrouwtje achteraan. Dus laten we hopen dat er een vrouwtje veilig arriveert of al aanwezig is.
Als het echt een mannetjesotter is, dan verjaagt hij alle andere mannelijke otters uit zijn territorium. Het grote gevaar voor de otter is dus het verkeer. En er is nu overleg met gemeente en provincie om de knelpunten te laten inventariseren her en der. En daar oplossingen voor te vinden in vorm van rasters of buizen onder de weg door waar ze onderdoor kunnen zwemmen. Duidelijk is dat de otter na ruim 30 jaar echt terug is in de Nieuwkoopse plassen. 4 jaar lang hadden ze eraan gebouwd, aan hun grote modelspoorbaan. En nu is de hele boel kort en klein geslagen door een stel inbrekers. Chris Zuidwijk en zijn vrienden zijn er helemaal kapot van. De stations die zijn sowieso met een honkbalknuppel bewerkt. Dat zie je aan alle kanten. Bovenleidingen, wissels zijn eruit getrokken. Ja, het is gewoon een bende is het. Eén treintje, meer is er niet over van de collectie die Chris en zijn vrienden hadden in het oude kantoorpand. En de baan, die is compleet vernield. Daar gaat ons werk. Het is 4 jaar werk waar we nu mee bezig zijn. Het is een splinternieuwe baan. Zogenaamde Hofpleinlijn. En dat is van Scheveningen naar Hofplein in Rotterdam. Dat heeft nog nooit iemand gemaakt. Het is helemaal kapot, helaas. Naar de motieven van de inbrekers kan alleen maar worden geraden. De uitkomst van hun daad is vooral veel schade. De treinen die zijn buitgemaakt, die hebben ze weer weggegooid. Ja, die hebben ze in de container gegooid. En waarom? Wat is nu de reden? Ik denk alleen maar vernielzucht. Ja, ik ben er gewoon helemaal van slag van eigenlijk. Of ze nog doorgaan, dat weet Chris niet. In ieder geval willen ze op zoek naar een andere ruimte, één met beveiliging. Ik denk gelijk aan al die werkuren eigenlijk die we erin hebben zitten, met z'n allen. Want het, ja, nogmaals, het herstellen op zich kost weer zoveel tijd. En we hadden een organisator beloofd volgend jaar ermee naar Goes te gaan. Naar een beurs. Maar dat kunnen we wel afzeggen. Ja, bij lekker eten, dan denk je misschien niet direct aan Engeland. Toch was een Britse kok gisteren in Den Haag om daar verfijnde gerechten op tafel te zetten. Herring and pickles, daarna Sussex goat's cheese en als hoofdgerecht ox tongue and cheek. Engelse culinaire hoogstandjes, gisteravond in Bazaal. Het Brighton & Hove Food & Drink Festival zorgde ervoor dat de Engelse chef David Bremer voor een select gezelschap kwam koken in het restaurant aan de Dunne Bierkade in Den Haag. Yeah, very good, very good. You know, his team's fantastic. We're all, everyone's great. Yeah, it's a lot of fun. Doel is om kennis en ervaring uit te wisselen. Alhoewel, Bremer twijfelt of hij zijn collega, Bas Oonk van Bazaal, nog wel iets kan leren. Probably not, no. Did you learn? It is very good. I have learned two things, but I'm not going to tell you. Because I want to take them back to myself. Het is meer dat je andere inzichten krijgt, andere manier van opmaken, andere manier van kijken naar eten. Gewoon samen het erover hebben is al gewoon echt leuk en belangrijk. Het is hard werken, maar de samenwerking in de keuken, die gaat perfect. Ja, je kan het ook zien hoe ze bezig zijn. Het is heel leuk met voor de jongens ook. We kunnen goed met elkaar opschieten. Het gaat gewoon heel goed. De gasten, veel kennissen, leveranciers en mensen uit de culinaire wereld zitten ondertussen te genieten. Maar het is de Engelse keuken, die is daar niet zo geweldig bekend. Ja, maar de Engelse keuken heeft volgens mij een inhaalslag gemaakt. Want wat wij vanavond te eten krijgen is wel heel erg exquis, heel erg goed. En dus is ook de organisator tevreden. I think it's a plus for everybody and even if we don't change the world, we're all having a really good time, aren't we? So what's to lose? Als u nog niet weet wat u gaat stemmen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen, dan kan het Kieskompas van Omroep West uitkomst bieden. Door het beantwoorden van vragen over maatschappelijke onderwerpen wordt duidelijk welke partij het dichtst bij uw standpunten staat. In de aanloop naar de verkiezingen op 19 maart laten wij het Kieskompas op de site van Omroep West invullen door lokale lijsttrekkers. En vandaag is dat CDA'er Karsten Klein uit Den Haag. De gemeente moet meer geld uittrekken voor fietsverkeer, ook al gaat het aan de kosten van parkeerplaatsen. Niet mee eens. De gemeente moet meer geld uittrekken voor armoedebestrijding, ook al staat voor de lokale belasting moeten stijgen. Nee. De pier moet behouden blijven, ook al moet de gemeente daar aan meebetalen. Nee. Oh.
Wacht even, het gaat terug. Even naar 16. Gaat dat? Nee, eens bij 16. Wacht, shit. Om files op te lossen moeten wegen worden verbreed. Nou, dat lijkt op zich wel een goed idee. Hoge bomen aan de Laan van Meer ervoor te worden gekapt. Ja, je helemaal op het CDA, zeg. Kijk eens. Dichtbij, toch? We hebben het programma natuurlijk met z'n allen gemaakt. En daar heb ik mijn invloed wel bij gehad. Maar het mooie is wel, dat heb ik altijd van Wim Deetman geleerd. Een verkiezingsprogramma is ook echt iets van de leden, zeg maar. En dus wat dat betreft heb ik me ook echt wel, bij de leden ook wel, ook echt geluisterd naar de ledenvergadering. Dus alle punten, bij sommige punten twijfel je wel eens. Maar ik vind het een mooie uitslag. Dat is prima. Ja, en het kieskompas is te vinden op omroepwest.nl/verkiezingen. En daar staat ook allerlei andere informatie over de partijen en de verkiezingen van binnenkort. Ja, en in aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen in maart trekken we iedere dag van gemeente naar gemeente om te horen welke thema's er spelen. Zoals dit keer in Kaag en Braassem. De inwoners van Leimuiden maken zich boos over het dorpscentrum waar de gemeente al jaren niks aan doet. Leimuiden is een van de vele dorpen die binnen de gemeente Kaag en Braassem valt. Het is een klein dorp met slechts een paar winkeltjes. En over die dorpskern zijn de inwoners niet tevreden. Het is een, op zich best wel een leuk dorpsplein, maar ja, er gebeurt eigenlijk weinig. Hè? Ja, het is dood. Als je komt na twee, zie je geen sterveling. Te weinig winkels, veel te weinig winkels. Ja, absoluut. Het is niet dat je zegt, het ziet er allemaal florissant uit. En voor de winkeliers is dit ook niet leuk meer. De gemeente heeft al meer dan 15 jaar plannen om het centrum van Leimuiden helemaal op te knappen. Ze zouden gaan verbouwen hier, hè? Een heel nieuw centrum. Maar de projectontwikkelaar heeft zich teruggetrokken. Er is te weinig geld. De gemeente heeft geen geld meer om het op te knappen, zullen we zeggen, wat ze in eerste instantie wel voor mij beloofd hebben. Dus ja, nou is het maar gewoon weer afwachten. Door het lage aanbod winkelt slechts 28% van de Leimuidenaren in eigen dorp. Terwijl dat in vergelijkbare dorpen in Nederland 62% is. En dat is geen goede ontwikkeling. Er zit hier gebeurd dat mensen dorp uittrekken. Als ondernemers moeten zeggen, ja, moeten we nu genoegen nemen met dit percentage? Of gaan we er met z'n allen toch wat aan doen om op korte termijn toch wat netjes neer te zetten? Inwoners missen vooral een huishoudwinkel zoals de Hema of de Blokker. Maar of die er gaat komen... Er zijn geen mensen die een winkel durven te gaan nemen. Omdat ze denken dat ze te weinig klanten krijgen. Zolang er geen winkels bijkomen en het centrum blijft zoals het is, zijn ze in Leimuiden niet tevreden. Omliggende gemeentes in Kaag en Braassem zien er allemaal keurig netjes uit. En in Leimuiden komt het niet van de grond. En waarom weten we niet, want Leimuiden is een hartstikke leuk dorp. En heel fijn om in te wonen, maar er komt niks van de grond. Ja, een goed onderwerp om je stemkeuze op te beslissen. Wilt u graag vertellen wat er beter kan in uw gemeente? Dat kan. Vandaag lopen onze verslaggevers rond in Leiderdorp. En voor alle informatie en het kieskompas kijkt u dus op omroepwest.nl/verkiezingen. Verpleeghuis De Schildershoek staat midden in de Haagse Schilderswijk. Het is het enige multiculturele verpleeghuis in Den Haag. En deze week zijn onze verslaggevers Anita Jansen en Mark Kool tijdens de West Safari te gast in deze multiculturele smeltkroes. In verpleeghuis De Schildershoek verblijven de bewoners niet alleen langere tijd. Er zijn ook patiënten die een dagbehandeling krijgen. Jullie zijn van het westen, omdat ik niet kan praten. Ja, dat begrijp ik. Veel bewoners hebben een rolstoel en die gaat natuurlijk wel eens kapot. Meneer Reziet heeft nog een probleem met zijn stoel, geloof ik, hè? Ja, nou, die heeft regelmatig dingen die stuk gaan, kleine ervaringen met de deurposten en dat soort dingen. Dus hij heeft nu een nieuwe stoel die gaan we morgen in gebruik nemen. En dat is het frame van in één deel, dus daar kan niks afbreken. Alles is verstevigd, extra sterk. Hij is de sloper van De Schildershoek? Hij is de sloper van De Schildershoek. Maar er wordt niet alleen gelachen. Hans van Oel woont sinds 2 maanden in De Schildershoek en voelt zich eenzaam. In 2013 heb ik van alles meegemaakt. Scheiding, geen werk en dan horen dat je kanker hebt. Dus, maar ja, te laat.
vrouw en dochter, die weten wel dat u hier bent. Ja. Alleen hebben ze een harde brief geschreven van, wij hebben hier niks mee. Wat zou u dan tegen ze willen zeggen? Nou ja, het bekende woord, hè, vergeef. Bij de Crea-middag is de stemming heel anders. Daar zijn de senioren aan het kleuren. En dan heb ik een hele groep vrijwilligers eromheen die daarbij assisteren. En er hoort natuurlijk lekkere muziek bij ook, hè? En er hoort muziek bij. Wat horen we nu? Soms, ik heb geen flauw idee. Nederlandstalig. Oh, ik dacht, u gaat wel even meezingen. Nee. Waarom niet? Even inhaken en meedijnen. Dat heb ik vanmorgen gedaan bij de gym. Dat nummer was nu horen, hè? Die hoor je soms elke dag. Moet ik hier mee? Nou, kunt u een stukje meezingen misschien? Nee, ik kan niet zingen, meneer. Ik hoorde net dat u heel graag... Ja, ik kan zingen, ja, maar ik zing niet zingen, nee. Nee hoor, dat doen we niet aan. Mevrouw van Driel, dank u wel. Want u bent heel leuk. Ja. Heb je mij gefotografeerd? Ja, dacht het wel. U staat er goed op. Dank je wel, lief. Dag mevrouw van Driel. Doei. Adios. En tot zover TV West Nieuws. Meer is te vinden op de app voor je smartphone of tablet. En natuurlijk ook op onze website omroepwest.nl. En ook bij onze collega's van 89.3 Radio West. Wat ons betreft nog een fijne dag en graag tot later.